Hallo kijkers van dit kanaal, mijn naam is natuurlijk Jochem en tof dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe reactievideo hier op dit kanaal. Vandaag ga ik weer reageren op een gloednieuw nummertje van Kygo van zijn allernieuwste album. Kygo, ik heb er zoals altijd weer enorm veel zin in, ik hoop jullie ook. En vandaag zijn we aangekomen bij het 7e nummertje op het album. En dit is het nummertje Healing, Shattered Heart, samen met de Jonas Brothers. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn. Ik denk dat dit wel, dat is mijn voorspelling, een beetje een poppy nummer wordt. Popachtig. Ik zie ook dat hij best wel kort is. Hij is 2 minuut 42. Dat is best wel kort. 2 jaar geleden heeft Kygo natuurlijk ook het nummertje Dancing Feet uitgebracht. Ook met Joe Jonas was dat toen. En dat was ook wel een beetje een poppy-achtig nummertje. Ik denk dat hij een beetje hetzelfde gaat zijn. Eigenlijk. Een beetje dezelfde feeling als Dancing Feet. Maar dat is mijn voorspelling. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik laat me verrassen hier zo door dit gloednieuwe nummertje van Kygo. Samen met de Jonas Brothers. Wat dus ook samen met Joe Jonas is, die ook bij DNCA zit. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan gewoon lekker luisteren naar het nummertje hier zo. Healing, Shattered Heart. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Alright. Breakwater. You okay. Cover my soul, cover my mind. I wanna stay guarded by you. Close quarters. If I'm seeing ghosts, cover my eyes. Back then I prayed for it, for you. I needed fixing, out of love I've been missing. From the land of the living, but you bring me back to life. Yeah, you, I don't know what to do. Every time that I'm next to you, you okay. Bam, 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 bam. Oké, het is wel een beetje een popnummer, dit. Ja, dat had ik ook wel verwacht eigenlijk. Ook wel een beetje dezelfde feelings als Dancing Feet, eigenlijk. Alleen wel wat rustiger. Ja, ik voel hem wel, de vibe. Maar ik vind hem niet, tot nu toe niet heel spectaculair of zo. Maar dat kan ook aan mij liggen. Laten we lekker doorluisteren. You love my pulse, I need you close. You give it all meaning, you do. Those cold seasons, finally gone. I see the sun, you are the sole reason. It's all you. I need it fixing, out of love I've been missing. From the land of the living, but you bring me back around. Through all the darkness, all the meaningless hardship, I was all but discarded. Yeah, but you bring me back to life. Komt ie weer? Okay, rustig. Okay. En dat was hem alweer. Ja, hij is dus wel redelijk kort. Ik moet zeggen dat ik hem niet al te bijzonder vind. Dat is wel echt een beetje popachtig. Ik moet ook zeggen dat Kygo er niet echt uitspringt. Ik hoorde wel wat melodietjes. Beetje Kygo-achtige melodietjes. Maar ja, het is natuurlijk niet een Kygo-nummer. Je hebt natuurlijk ook gewoon de Jonas Brothers. Die ook gewoon hun geluidjes erin verwerken. En hun zijn meer een popband, denk ik dan. Ik ken ze niet heel goed. En dan krijg je dit. Ja, ik denk dat ik er wel nog een beetje aan moet wennen. Ja, ik voel de vibe persoonlijk wel. Alleen hij springt er niet echt uit, naar mijn mening. Maar ik voel de vibe wel. Ik wil niet slecht praten over dit nummertje. Ik moet er denk ik gewoon nog een beetje aan wennen. En eigenlijk was dat ook wel een beetje bij Dancing Feet, naar mijn mening. Dat het toch even net wat anders is als de andere Kygo nummertjes, toch? Ik moet wel zeggen dat ik het tweede refrein, vond ik het wel lekker dat hij wat rustiger was hier zo. Lekker rustig.
time that I'm next to you, you a shattered heart. Ja, dat vond ik wel lekker. Dat het toch even wat anders is. Want er was geen drop. Er werd niet opgebouwd naar een drop of zo. Het was gewoon overgaan naar het refrein. Gewoon een beetje, ja, rustig. En als het dan weer hetzelfde was, de tweede refrein, dan is dat toch wat minder. Maar nu is het toch even wat anders als het eerste refrein. En dat maakt hem toch even iets beter, naar mijn mening. Ja, en ook het einde denk ik dat... Ik heb wel zo'n gevoel dat hier wel wat meer Kygo in zat, dit einde. Set that heart, bam, 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 bam. That heart, bam, 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 bam. I shall that heart. Ja, overal wel een prima nummertje naar mijn mening. Laat zeker in de comments achter wat jij van dit gloednieuwe nummertje van Kygo vindt. Dit was dus het nummertje Healing, Shattered Heart, samen met de Jonas Brothers. Ja, ik vond het wel een prima nummertje. Ik moet er alleen misschien nog een beetje aan wennen. Ja, wel een prima nummertje. Ik hoop dat jullie deze video vet vonden. Dan kun je hem natuurlijk belonen met een lekker blauw ruimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jullie aankomende woensdag weer bij een gloednieuwe reactievideo hier op mijn kanaal te zien van een gloednieuw nummertje van het gloednieuwe album van Kygo. En dan zeg ik zoals altijd, mensen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later mensen. 3, 2, 1, go!